Ja, Ernie, er werd al gezegd dat jij in de zomer flink aan de bak moest. En dat is gebeurd. Je moest meteen een nieuwe trainer aantrekken. Gelukt, Peter Bos. Hoe is je gevoel daarbij? Ja, heel goed. Het zou ook raar zijn als dat niet zo was. Dus nee, heel goed. Uiteraard zijn we in een situatie terechtgekomen waar we niet in wilden zijn. En vervolgens moet je dan proberen meteen door te schakelen in je hoofd en in je gedachten over de komende seizoenen. En ik moet zeggen dat het vrij makkelijk was om in ieder geval een keus te maken in de manier waarop we verder wilden gaan met PSV. En als je dan uiteindelijk Peter Bos als de gedroomde kandidaat binnen kan halen, dan is het wel heel fijn. Gedroomde kandidaat hoor ik. Waarom is dat? Ja, hij heeft natuurlijk al in het verleden heeft hij heel wat laten zien. Niet alleen bij grote clubs. Hij heeft natuurlijk heel veel ervaring bij de clubs waar hij heeft gewerkt. Maar tegelijkertijd, hij staat bekend om een bepaalde speelwijze die echt aanvallend is, die attractief is. Die gestoeld is op het één vermaken. Maar misschien moet ik eerst zeggen winnen, want dat is meteen vanaf moment 1 geweest toen we met elkaar in gesprek waren, dat iets is wat hij aan het najagen is, wat wij ook aan het najagen zijn, en dat is gewoon kampioen worden. En daarbij een bepaald voetbal spelen, ja, dat zijn toch dingen die spraken in het feit van wat we nu door willen ontwikkelen, onze speelwijze door willen ontwikkelen, dat Peter Bos daar echt een droomkandidaat voor is. Kun je eens proberen uit te leggen waarom Peter Bos en PSV dan echt de juiste match voor nu is? Nou, misschien wel omdat alle twee honger hebben om weer te gaan presteren. PSV heeft natuurlijk even geduurd dat ze kampioen zijn geworden. Wel geweldig dat ze dit jaar 2 prijzen hebben gewonnen, moet je ook niet vergeten. Dat is wel gebeurd. Maar uiteindelijk, het ultieme doel is natuurlijk kampioen worden. En dat is voor mij ook heel lang geleden. En dat is voor PSV gelukkig niet zo lang geleden, maar ook al even geleden. Dus wellicht dat misschien samenkomt. Ja, en wat is dan jouw visie en hoe ligt dat dan in lijn met de afwegingen die je hebt gemaakt om uiteindelijk hoofdtrainer van PSV te worden? Nou, het begint met hoe je tegen PSV in het algemeen aankijkt. En dat is voor mij een van de topclubs in Nederland. Dus daar was ik al heel blij om dat die belangstelling toonde. Maar vervolgens gaat het natuurlijk wel om dat je denkt dat je met jouw manier van voetballen, met deze selectie of met eventueel wat aanvulling, dat je succesvol kan zijn, want dat is waar het om gaat. Je wil uiteindelijk winnen. En dan moet die combinatie van selectie, manier van spelen, trainerstaf, dat moet allemaal kloppen. Ja, wat waren dan de overwegingen dat je uiteindelijk voor PSV koos? Want volgens mij is jouw naam bij meerdere clubs genoemd. Ja, maar dat heeft met een paar dingen te maken. Wat voor mij heel belangrijk was, dat de warmte die ik vanaf het eerste moment voelde, dat ze aangaven dat ze echt voor mij wilden gaan. Dat je weet dat ze er goed over nagedacht hebben en dat jij degene bent waarvan zij denken dat jij de beste trainer bent om PSV de komende jaren te leiden. Dus dat vertrouwen vond ik heel belangrijk. De selectie die er is, de mogelijkheden die we besproken hebben om die selectie uit te breiden. De jeugd die eraan zit te komen, het talent wat daar is, om daar ja, iets moois van te maken. Ik kan zeggen dat Peter Bos echt op nummer 1 stond bij ons. En dus de enige optie voor ons was om aan de slag te gaan. Ik vind dat ook, je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan. Dat was bij ons. En vervolgens zijn we al vrij snel met Peter in gesprek geraakt. En dus over de toekomst gesproken, over PSV gesproken, over zijn rol, maar ook wat wij heel graag zouden willen zien. En vanuit de gesprekken bleek daar wel een goede match te zitten, los van het persoonlijke wat je dan met elkaar beleeft op zo'n moment en hoe je een gesprek aangaat met elkaar. Was dat heel positief. Dus was vrij makkelijk. En wat waren voor jou dan de eisen? Dat uiteindelijk je hier kan winnen en dan uiteindelijk prijzen kan winnen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat je vervolgens ook jouw manier van voetballen, hè, die je aanhangt. Ik snap heel goed dat ik me uiteindelijk zal moeten aanpassen aan de club. En aan dus met name de spelersgroep die ik heb. Maar ik heb wel een bepaalde manier van spelen voor ogen. En nou ja, goed, dat moet kloppen. Dat moet goed voelen. En van de blijdschap dat PSV je überhaupt benadert. De grootte van de club. Maar dan ook nog eens de mogelijkheden zien dat je met deze groep en wat we erbij gaan
waar we de groep mee gaan aanvullen. Dat je daar denkt succesvol mee te kunnen zijn, deed mij besluiten om ja te zeggen. Heel goed, die energie hebben we nodig, want het gaat snel beginnen. Het trainingskamp komt eraan, Johan Cruijffschaal komt eraan, de voorronde van de Champions League komt eraan. Waar heb je allemaal zin in komend seizoen? Ja, in alles. Dat is het mooie. Aan het begin van het seizoen doe je overal nog in mee en dat moeten we zo lang mogelijk blijven doen. Dus als je na de winter nog in alle toernooien actief bent, dan heb je het in het begin goed gedaan. Maar je zei zelf al, het begint snel weer, dus we moeten zorgen dat we snel er klaar voor zijn. Wel, super. Toch? Mooi. Thank you so much, sir. Appreciate it. I have to thank you.